U was een van de initiatiefnemers van de laadpaal bij Niels. Hoe is dat zo gekomen? Nou, we hebben erover nagedacht dat we toch de mensen ook op de fiets richting start kunnen krijgen. Dat ze een kopje koffie kunnen drinken en als het dan nodig is de fiets op kunnen laden. Mijn collega die heeft het oorspronkelijke idee opgepakt. En toen had hij het er met mij over te zeggen, nou, als jij nou de paal doet, dan doe ik de acculaders. En dan hebben we samen een deel en dan maken we samen reclame in de stad, samen met Niels. En zo is dat eigenlijk tot ontwikkeling gekomen, of tot stand. En Niels betaalt de stroom? Ja. Ja. Als dit nou een succes wordt, bestaan er dan plannen om dit uit te rollen? Als dit inderdaad een succes wordt en het wordt niet vernield, gaan we wel verder met de ontwikkeling en zullen er meerdere palen volgen als er liefhebbers voor zijn. Hij dient om fietsen op te laden, elektrische fietsen. Dus mensen kunnen hier hun accu laten vullen als ze lekker bij ons op het terras zitten. En daarna weer lekker verder willen fietsen. Ja, tegenwoordig heeft elke fiets, net als elke telefoon, zijn eigen stekker. Dus dat hebben de fabrikanten goed geregeld. En wij hebben ervoor gezorgd dat elke soort accu een eigen stekker heeft. En dat iedereen hier kan opladen. Dus wij discrimineren geen enkele accu. Zo, prima. Want er zitten ook twee 220 stopcontacten aan. En daar kan die gewoon ingeplucht worden. Ja, het komt eigenlijk weg bij de twee fietsenmakers uit de Nieuwstraat, Harings en Profiel Wild. Die hebben mij benaderd of ik interesse had in zo'n laadpaal. Zij hebben hem gedoneerd. Zo'n laadpaal kost al snel 1000 euro. En ik zorg voor de gratis stroom. En zo hebben we met z'n drieën zorgen ervoor dat Almelo weer een stukje gasvrijer is geworden.